Heel eerlijk, soms mis ik het klokhuis ook wel een beetje, want het is wel heel leuk dat je op al die coole plekken komt. Hoi, ik ben Leila. Hoi, ik ben Koen. En vandaag gaan we de leukste kandidaat van de PvdA interviewen. Rob de Moe, Rob de Moe! Hier, tweede verdieping! Hoi, ik ben Rob de Moe. Ik ben Hoi. Goed, met jullie ook? Ja. Wat leuk jullie te zien. Ik weet dat hij echt wil dat mensen hun dromen achtervolgen. Hij is ook best wel tegen discriminatie en racisme. Mm-hmm. Hij wil ook best wel de vluchtelingenstroom en zo, daar wil hij wat aan gaan doen. Ja, dat zijn mooie punten. Ja, dat zijn gewoon goede punten. We gaan u een paar vragen stellen. Dat is helemaal goed. Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Nou, heel eerlijk, best wel. Want het is natuurlijk best wel spannend. Bij mijn partij willen we natuurlijk zoveel mogelijk stemmen krijgen, want dan hebben we heel veel mensen hopelijk in de Tweede Kamer. En ja, ik weet nog niet zeker of ik erin kom, dus voor mij is het heel belangrijk dat heel veel mensen op ons stemmen. Dus dat is best wel spannend. Ja, want u staat nu toch op de 9e plek? Ja, ik sta op de 9e plek. Ja, klopt. Ja, hij is ook niet heel oud, hij is echt heel jong. Dus. Ja, daarom, dus hij begrijpt ook jongeren heel erg. Ja. En daarom doet hij het ook best wel goed in de politiek volgens mij. Mm-hmm. Wat moeten kinderen weten over uw partij? Over mijn partij? Ja, ik zit dus bij de PvdA. En dat is een partij die links is. En wij willen heel graag dat mensen zoveel mogelijk werk hebben. Dus dat iedereen mee kan komen in de samenleving. Want het maakt niet uit of je nou op de universiteit hebt gezeten of je hebt praktisch onderwijs gedaan. Je kunt allemaal een bijdrage leveren aan de maatschappij. En wij vinden dat iedereen werk moet hebben dat bij hem past. En daarbij ook een fatsoenlijk goed salaris verdient. En dat is heel belangrijk voor de PvdA. Ik vind dat jongere mensen meer ook een stem mogen hebben en ook een stem mogen laten horen. En überhaupt ook heel knap dat hij zo jong is en dat hij dan ook al durft. Want volgens mij zijn er niet heel veel jongeren die in de Tweede Kamer zitten. Dus ja, dat is eigenlijk best wel cool. Was u al van de jongs af aan bezig met politiek of met debatwedstrijden? Nou, bij mij begon dat wel redelijk vroeg op de middelbare school. Hadden wij altijd een schooldebat. En toen moest ik per klas moest je dan een partij zijn. En toen waren wij de PVV. Dus toen speelde ik Geert Wilders in het debat. En je kunt je misschien wel voorstellen dat ik niet op de PVV stem. Want die sluiten best wel veel mensen buiten, vind ik. Maar ik vond het wel heel leuk om dat na te spelen en te debatteren. En toen dacht ik wel, oh, politiek is toch best wel leuk. En sindsdien ja, ben ik wel heel veel met de politiek bezig geweest. Dus toen ik 15 was, zoiets, toen begon ik het heel leuk te vinden. Waarom heeft u voor de PvdA gekozen in plaats van de andere partij? Wat ik heel mooi vind aan de PvdA is dat zij al heel lang opkomen voor mensen die het nodig hebben. Ongeveer 100 jaar geleden was bijvoorbeeld het eerste vrouwelijke Kamerlid was iemand van de PvdA. Dat was Suze Groeneweg. En de PvdA heeft er ook voor gezorgd dat er homorechten kwamen in Nederland. Dus het eerste homohuwelijk is gedaan door een burgemeester van de PvdA, Job Cohen. En dat vind ik heel belangrijk, dat iedereen mee kan komen in de maatschappij. En het heet eigenlijk emancipatie. En daar is de PvdA al heel lang mee bezig. En dat vind ik een van de belangrijkste dingen in de politiek. Nou, zou je dan ook meer jongeren in de Tweede Kamer willen hebben? Ik in ieder geval. Ik zou wel meer jongeren in de Tweede Kamer willen hebben. Want ja, jongeren zijn de volgende generatie. En er zijn ook gewoon heel veel jongeren in Nederland. Ik neem mezelf ook voor als ik straks in de Tweede Kamer zit, dat ik altijd nadenk van hè, we nemen nou deze beslissing. Maar wat betekent dat nou voor mensen als jullie en ik, want wij zijn allemaal nog, ik vind mezelf ook nog jong, ik hoop dat jullie dat ook vinden. Ja. Dus dan probeer ik ook na te denken, wat betekent dat voor ons? En misschien ook als wij later ook kinderen krijgen, wat voor effect heeft het op hun? Dus dat vind ik heel belangrijk als ik straks in die kamer zit, dat ik daar ook over nadenk. Ik denk dat het best wel een goed type is, want hij is ook gewoon op school die debatwedstrijd en zo, waar hij het over had. Ja. Daar was hij dan gewoon goed in. En dit is ook gewoon zijn passie. Dit is wat hij wilde. Hij wil mensen helpen. Ja, en als je mensen wil helpen en dat leuk vindt en dat je daar dus ook echt wat mee kan doen. En als dat in de Tweede Kamer is, nou, dan vind ik dat gewoon de goede plek. Ik ga er in ieder geval de komende jaren, als ik ook in de Kamer zit, zoveel mogelijk dingen proberen voor elkaar te krijgen, zodat alles weer wat eerlijker wordt, dat iedereen wat betere kansen krijgt, dat we wat meer naar elkaar omkijken. En ik denk, als iedereen zich realiseert dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt en dat we elkaar moeten helpen, dat dan de maatschappij wat mooier zou zijn. En ik hoop dat juist nu na de coronacrisis, dat mensen denken, hey, we keken de afgelopen tijd toch niet zoveel naar elkaar om. En dat ze dan denken,
ja, misschien moeten we toch weer op de PvdA gaan stemmen. Want dat is wel een partij die dat heel belangrijk vond. En wat vindt u van de corona-aanpak in de Tweede Kamer ook? En ook wel de minister Rutte en minister Hugo de Jonge? Nou, ik denk dat er wel een paar dingen beter kunnen. Want het vaccineren gaat best wel langzaam. We zijn bijna het land wat er het langst over doet in heel Europa. En dat is best wel gek, want wij zijn het kleinste land, ook qua afstand. Dus je zou denken dat als het op één plek goed zou moeten kunnen, dat het in Nederland is. Hap Tamoe heeft dus ook nog het Klokhuis gepresenteerd. En nu is hij weer de politiek ingegaan. Wat vind je daar nou van? Ik vind het eigenlijk best wel leuk en gaaf. Ik vind het wel cool dat hij dat ook doet, want het is best wel echt totaal wat anders. Was het Klokhuis presenteren niet leuker dan de politiek? Ja, dat zou je wel zeggen, hè? Ja. Ja. Maar dat is dan ook wel vanuit mezelf. Ja, snap ik. Ja, nou, het Klokhuis presenteren was heel leuk, want ik mocht het hele land door. En de ene keer ging het over spekjes, dus dan ging ik naar de spekjesfabriek in Harlingen. En dan ging het over schoonspringen, dus dan ging ik naar het Pieter van de Hogeband zwembad in Eindhoven. En dan moest ik van 4 meter, moest ik een hele strakke zwembroek naar beneden springen. Maar het was wel heel cool. Dus dat was heel leuk. Maar ik merkte, omdat ik ben nu raadslid in Zuidwest-Friesland. En dat raadslid is eigenlijk een Tweede Kamerlid, maar dan in jouw gemeente. En dan merkte ik dat ik soms mensen juist best wel goed kon helpen. Door ervoor te zorgen dat een speeltuin in de buurt open bleef. Of door ervoor te zorgen dat een voetbalclub wat meer geld kreeg, waardoor ze wat dingetjes konden doen. En toen dacht ik, hey, het is best wel leuk om mensen te helpen die je hulp kunnen gebruiken. En dat kan in politiek. En toen dacht ik, dit vind ik eigenlijk nog wel leuker dan het Klokhuis presenteren. Dus toen ben ik gestopt bij het Klokhuis. Maar heel eerlijk, soms mis ik het Klokhuis ook wel een beetje. Want het is wel heel leuk dat je op al die coole plekken komt. Dat zijn gewoon twee totaal andere dingen. Dus dat is best wel knap dat je dat gewoon kan. Ja, en presenteren en nog voor de politiek werken. Dat is best wel anders. Dat is wel cool. Nou, ik heb wel altijd gezegd, toen ik nog bij het Klokhuis werkte, dat ik heel graag Boer Zoekt Vrouw wel zou willen presenteren. Dat vond ik altijd wel een heel leuk programma. Ik ben zelf ook boerenzoon. Dus ik ben opgegroeid op een boerderij. En je ziet vaak toch mensen die uit de provincie komen. Die vinden het soms wel wat moeilijker om hun gevoelens te uiten. Dus je vindt het wat moeilijker om te zeggen dat je verliefd bent op iemand. En dat vond ik altijd hele leuke, spannende televisie. En ook omdat ik dat zelf herkende. Omdat ik ook boerenzoon ben. Ik spreek soms ook wel eens wat moeilijker over mijn gevoelens. Dus dat vond ik altijd heel grappig. En toen dacht ik wel, oh, dat zou ik wel eens willen presenteren, dat programma. Dus stel je voor, als ik uit de politiek raak, ik hoop het niet. Ik hoop dat ik het heel lang mag doen. Misschien zou ik dan ooit nog wel eens willen presenteren, maar ik probeer zo lang mogelijk in de politiek mensen te helpen. Was u eigenlijk goed op school? Heel eerlijk, ik was niet zo supergoed. Nee, ik was op een basisschool nog wel redelijk goed. Daar had ik ook best wel een hoge CITO-score en toen ging ik naar de middelbare school. En ja, toen was ik vooral bezig met voetbal en nou weet je, ik was verliefd op een meisje in de klas of zo. En dan was je niet zoveel met school bezig. En toen ben ik wel een paar keer blijven zitten op een middelbare school. Dus ik was niet de beste leerling. Stelt je op zich wel best wel gerust. Want er zijn waarschijnlijk best wel veel meer mensen die in de politiek willen. Maar die gewoon niet zo goed zijn op school. En als je dan naar Hap Tamoe kijkt. Dan is dat best wel een goed voorbeeld. Want die was uiteindelijk niet zo goed op school. Maar die is uiteindelijk gewoon nog wel in de politiek gekomen. Zat hij op voetbal? Ja, ik heb in de jeugd heb ik een tijdje op voetbalschool van Heerenveen en bij Cambuur gevoetbald. En bij ONS Sneek, dat is een hele goede amateurclub. Dus ik was altijd wel heel erg met voetbal bezig, vond ik heel leuk. En een voetbalteam is eigenlijk ook net een beetje als in een samenleving. Je hebt kinderen die wat rijkere ouders hebben en wat minder rijk. Je hebt kinderen met een kleurtje of niet. En dat vond ik ook altijd heel leuk aan voetbal. Dus dat je allemaal andere mensen ontmoet en met allemaal mensen een team moet vormen. Want ja, je wilt wel samen winnen. En ik zou het heel leuk vinden als de samenleving ook wat meer op die manier met elkaar om zou gaan als bij een voetbalteam en bij een voetbalvereniging. U wilt dat mensen hun dromen laten uitkomen. Hoe wilt u dat gaan doen? Nou, je hebt dus, de een heeft net wat meer kansen in zijn leven dan de ander. En ik vind dat eigenlijk dat weer gelijk getrokken moet worden. En wat daarin heel belangrijk is dat je juist op een basisschool, dat je al heel erg probeert dat iedereen een gelijke start krijgt. Dus wij hebben bijvoorbeeld een plan dat kinderen voordat ze naar de basisschool gaan, als ze bij de kinderopvang zitten, dat het ook al gratis wordt en dat ze daar ook al les kunnen krijgen, bijvoorbeeld in lezen. Want er zijn op dit moment 2 miljoen mensen in Nederland die niet goed kunnen lezen en schrijven. En ook heel veel kinderen. En dat is eigenlijk best wel gek dat in een rijk land zoveel mensen zijn die niet zo goed kunnen lezen en schrijven. Dus wij willen dan daar heel erg op inzetten, zodat iedereen een gelijke start heeft. En wat is uw droom eigenlijk? Nou, mijn droom is
om in de politiek zoveel mogelijk mensen te helpen. En dat kan ik als Kamerlid. Maar als ik later ooit een keer de PvdA zou kunnen leiden, omdat ik een heel goed Kamerlid zou zijn, dat zou natuurlijk ook wel heel leuk zijn. Ja, en als je dan de beste partijleider bent, als de meeste mensen op je stemmen, dan kun je minister-president worden en dan kun je zoveel mogelijk dingen veranderen. Dus als ik dat zou kunnen, lijkt het mij natuurlijk wel supercool. De mensen van die nu wat jonger zijn, die begrijpen ons ook heel goed. Met wat wij willen en wat wij graag doen en zo. En daar hebben ze dan ook veel meer begrip voor. En dat is dus wel fijn, dat er ook iemand in de Tweede Kamer zit die daar dus heel veel begrip voor heeft. En heel goed kan inzien wat jongeren zo willen. Ja. En wilt u een TikTok met ons opnemen? Ja, tuurlijk. De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen goed onderwijs krijgt.